In 2023 voert de overheid een vrachtwagenheffing in. Onze buurlanden hebben dit al. Met de vrachtwagenheffing gaat het binnenlandse en buitenlandse vrachtverkeer meer betalen naar gebruik van de weg dan nu. Hoe kan dit systeem straks gaan werken? Net als bijvoorbeeld in België en Duitsland werkt de vrachtwagenheffing via een kastje in het voertuig, een zogenaamde on-board unit. Deze wordt verstrekt door toldienstverleners. De Nederlandse overheid wil zoveel mogelijk gebruik maken van kastjes die elders al werken. Zo kun je met één kastje door meerdere landen rijden. Het kastje maakt tijdens de rit verbinding met het satellietsysteem. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel kilometers zijn gereden op heffingswegen en wordt er gefactureerd. De milieueigenschappen en het gewicht van de vrachtwagen maken hierbij verschil. Hoe schoner of lichter de wagen, hoe lager de heffing. De gegevens in de on-board unit worden beveiligd. Zo is de privacy van de bestuurder beschermd. De overheid controleert binnenlandse en buitenlandse voertuigen. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete. De inkomsten van de vrachtwagenheffing worden teruggesluist naar de vervoerssector. Via verlaging van de motorrijtuigenbelasting en voor een belangrijk deel via middelen voor verduurzaming en innovatie. Zo vormt de vrachtwagenheffing de basis voor een goede toekomst van de Nederlandse transportsector.